Hey, hallo topper, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een korte video gemaakt waarin ik de anatomie van een professionele website analyseer en toelicht. Het is een korte en krachtige video die ik vandaag wou maken omdat ik merk dat er heel veel personal trainers zijn die hun eigen website maken, maar vaak ontbreekt er een specifieke structuur, een specifieke strategie om die website te gaan bouwen. En net dat stukje wil ik vandaag coveren in deze korte, maar krachtige video. Zo hoef jij geen duizenden euro's te spenderen om je website te laten maken en kan je alles binnen jouw eigen mogelijkheden gaan opzetten. Ik ga daarvoor switchen naar mijn iPad, dus ik zou zeggen sit back, relax en enjoy. Alright, de anatomie van een professionele website, hoe ziet die eruit? Dat ga ik nu even kort toelichten. We gaan daarvoor onze website schetsen. En standaard begint onze website altijd met een navigatie. Op ons menu wordt dat soms ook wel genoemd, waarbij de persoon kan doorklikken op verschillende links om heel gemakkelijk te navigeren door uw website. Het stukje daaronder, dat noemen we de header. En de header, dat is meestal een afbeelding met daarbovenop een tekst. Bijvoorbeeld, ik help jonge mama's om hun zwangerschapskilo's weg te werken aan de hand van mijn Fitmom programma, bijvoorbeeld. Zoiets. Iets waarmee je een doelgroep aanspreekt. Dat is heel belangrijk. En soms staat hier ook nog een knop. Bijvoorbeeld start hier. Waarbij dat ze dan begeleid worden of gelinkt worden naar de volgende stap in hun proces. Dus dat is het eerste stukje van de website. En dan wordt het heel leuk, want dan gaan we echt meer naar het inhoudelijke stukje. Dus ik ga hem even verder tekenen. En dan gaan we naar het stukje why. Uw why, dat is eigenlijk uw persoonlijke missie. En daarin vertelt je wie dat je bent. Dus wie ben jij? Bijvoorbeeld, ik ben Jeroen van Ponger. Wat is uw missie? Het is mijn missie om de personal training sector te professionaliseren en te digitaliseren. Om zo meer mensen te helpen om een gezonde levensstijl te bekomen. Dat is een heel belangrijk stukje in je why. Mensen doen vaak business met u niet omwille van uw prijs of omwille van het feit dat je het beste programma hebt. Dat kan een keuzefactor zijn. Maar de belangrijkste reden waarom mensen met u business willen doen, zeker vandaag de dag, is omwille van wie dat jij bent als persoon en wat het uw persoonlijke missie is met uw bedrijf. Dus hier komt dan meestal, of wat ik meestal aanmoedig, is dat er wel hier een persoonlijke foto komt, een soort van profielfoto. En hier dan in 5 zinnen, zeker niet meer, een korte beschrijving van wie dat je bent als persoon. Alright, en dan gaan we verder. Na de why, na onze persoonlijke missie, komt een how. De how, dat is eigenlijk uw proces of uw unieke methode. Dat is ook heel belangrijk, dat je die duidelijk kan communiceren aan uw klanten. Dat je echt kan zeggen van oké, kijk, dit is de methode waarmee ik werk. Dit is mijn plan van aanpak. Dat klanten weten van oké, dit past bij mij of dit past niet bij mij. Dat is toch niet wat ik verwacht had of dit is wel wat ik verwacht had. Dat is heel belangrijk. En het beste dat je kunt doen is daar een soort van model van maken. Een soort van model dat de mensen die het zien direct begrijpen waar het voor staat. En ik ga gewoon als voorbeeld het model of de methode van PT Boost even delen. Wij werken met het ACD-model. Dat zijn 3 cirkels die met elkaar verbonden zijn. En in het midden staat dan PT Boost. Ga ik even inkleuren. En de A staat voor attract. Hoe kan je nieuwe klanten gaan aantrekken? Hoe kan je je bereik vergroten? De C staat voor convert. Hoe kan je die leads en die potentiële klanten gaan opwarmen tot het punt dat ze voldoende vertrouwen, dat ze eigenlijk bereid zijn om van u te kopen. En de D staat voor deliver. Hoe kan jij een ongelooflijk goede service bieden als online personal trainer? Want online personal training is uiteraard meer dan enkel alleen een voedingsschema en een trainingsschema maken. Het gaat veel verder dan dat. Alright? Dat zijn 3 pijlers waar wij op focussen. Ik weet dat als ik dat uitleg aan de mensen, dat ze mee zijn en ze begrijpen van oké, dit is hoe Jeroen werkt. Hij bekijkt die 3 aspecten. Dat zijn 3 aspecten die ik nodig heb om een online business op te zetten en te groeien. En dan zijn ze ineens mee. Dus hier zou ik persoonlijk vertellen, wat is uw stappenplan? Een klassiek voorbeeld in de personal training sector is bijvoorbeeld intakegesprek, programma maken, starten en evaluatie. Bijvoorbeeld zijn 4 stappen. Het is natuurlijk nog leuker als je dat in een model kunt gieten, zoals hier met die 3 cirkels. Right? Na de how, check. Ga even over naar de tweede pagina. We gaan hier gewoon verder. Ik ga gewoon even helemaal tekenen. Check. Right.
Na de how gaan we een beetje social proof toevoegen. En social proof, dat is eigenlijk om te bewijzen aan de mensen dat je al ervaring hebt met mensen van eenzelfde doelgroep, stel waar je met voetballers werkt. En het is interessant om bijvoorbeeld testimonials te tonen van andere voetballers die je al geholpen hebt. En stel je voor dat jij bijvoorbeeld met Lukaku hebt gewerkt. Hoe vet zou het zijn als je een review hebt van Lukaku die je op je website kunt zetten als je met voetballers werkt. Dat gaat direct bij die mensen het gevoel geven van oké, die personal trainer, die weet wat hem doet, want die heeft al met Lukaku gewerkt. Je bewijst eigenlijk aan die mensen dat je weet wat je doet. En dan noemen we dus social proof. Door middel van die sociale context, door te tonen van kijk, ik heb al met anderen gewerkt, ik heb al succes geboekt, ga je die mensen een soort van vertrouwen geven en gaan ze veel sneller actie ondernemen om met jou samen te werken. Goed, dus de beste manier hiervoor is aan de hand van reviews. Wij werken meestal met een slider waarbij je zo kunt verder klikken op de pijltjes. En ook hier is het interessant om een foto te tonen van de persoon die je geholpen hebt. En dan in twee of drie zinnen de review. Maak die review zeker niet te lang, anders wordt die toch niet gelezen. Wat dan nog beter is, als dat kan, is aan je klanten een video vragen. Dat ze gewoon even kort vertellen hoe dat ze de personal training ervaren hebben. Wat de resultaten zijn die ze geboekt hadden. Waarom ze voor jou gekozen hebben. Al die zaken. Video's werken beter dan tekst. Maar ik begrijp dat dat voor de meeste klanten toch wel een drempel is. Dus ik denk 3 à 4 testimonials geschreven is ruim voldoende om te starten. Dan zijn we bijna rond het voorlaatste stukje van onze website. Dat is onze wat. En onze wat, dat zijn uw diensten. Oké. Uw diensten, wat bied jij aan? Wat zijn dingen die de consument bij jou kan kopen? Een gouden regel hier is geen te groot aanbod. Een overaanbod. Conversie is wanneer iemand actie onderneemt op je website. Dus het spreekt voor zich dat je zoveel mogelijk mensen wilt die actie ondernemen, die zich inschrijven voor hun e-book, voor hun nieuwsbrief of die ja, een mailtje sturen naar u. Dat wilt je natuurlijk bekomen. Dus super belangrijk, geen overaanbod. En het beste advies dat ik kan geven, zorg dat je 3 offers hebt. Zorg dat je 3 dingen kunt aanbieden op je website, dat is ruim voldoende. Ook daarvoor hebben wij een structuur die we gebruiken. En eigenlijk moet je 3 dingen hebben op je website. Omdat je potentiële klanten zich in 3 fases bevinden. Ofwel zijn ze koud, warm of heet. Ik ga daar nu niet dieper op ingaan. Maar dat zijn 3 fases waarin een potentiële koper zich bevindt. En wat je dan eigenlijk best hebt is, je hebt een lead magnet nodig. Bijvoorbeeld een e-book. Iets dat je gratis kunt weggeven. Je hebt een conversietool nodig. Dat is iets wat je weggeeft voor ofwel gratis. Ofwel voor een bedrag lager dan 100 euro. Dat kan een webinar zijn. Dat kan een gratis strategie-sessie zijn. Of een intakegesprek. Dat kan een challenge zijn van 7 dagen. Online dan bijvoorbeeld een soort van challenge dat je via e-mail verstuurt. Dus minder dan 100 euro. Dat kan ook gratis. Dit is free. En dan heb je eigenlijk je core product, je CP. En dat is dan meer dan 200 euro. Bijvoorbeeld een 8 weken programma, al dan niet online. Dat zijn eigenlijk 3 dingen die je op je website zou moeten hebben staan. Waarom? Wel, omdat je zo een aanbod hebt voor iedereen die in een verschillende fase zit. Als je iemand op je website krijgt die via Google intikt, ik zoek een personal trainer, nogmaals voorbeeld van de voetballers, ik zoek een personal trainer om mijn voetbalskills te verbeteren, om mijn explosiviteit te verbeteren. Zij weten al ik wil gaan investeren. Ja, die mensen gaan veel sneller geneigd zijn om direct een product te kopen. Maar aan de andere kant heb je ook mensen die bijvoorbeeld toevallig je post tegenkomen op Instagram, die totaal nog niet weten wie dat je bent. En die hebben eerst behoefte om een keer te ontdekken wat dat je aan te bieden hebt en wat dat je doet. En dan is het natuurlijk interessant als zij laagdrempelig kunnen instarten door bijvoorbeeld een e-book te lezen van u. En als ze een e-book goed vinden, gaan ze misschien de volgende stap nemen door bijvoorbeeld een intake in te plannen met u. En zo heb je dus eigenlijk een aanbod voor elke potentiële type klant. En dan helemaal afsluiten, helemaal onderaan. Helemaal onderaan komt dan juist nog een contactformuliertje waarbij dan mensen eigenlijk gewoon een berichtje kunnen sturen en weer ze contact kunnen opnemen met jou. Dat is de opbouw van een super dat je de video bekeken hebt tot op het einde. Ik hoop oprecht dat je het interessant vond. Als je het interessant vond, dan kan je je altijd abonneren op mijn kanaal door de knop onder deze video. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe video's. En als je mij wil helpen om nog meer personal trainers te bereiken en te helpen, dan mag je ook zeker op het like-knopje duwen, want daarmee boost je het algoritme van YouTube. Ken je andere personal trainers die mogelijk iets hebben aan deze video? Stuur hen gerust de link door.
Zo help je mij om mijn missie om de personal training sector verder te professionaliseren en te digitaliseren, om die te verwezenlijken. En daar doe je me een enorm groot plezier mee. Heb je nog vragen rond die topic? Laat het zeker weten in de comments. Wil jij zelf aan de slag om jouw eigen professionele website te bouwen met de tools die wij gebruiken om voor onze klanten een professionele website te bouwen? Dan kan dat gratis. Wij starten elke maand 10 personal trainers op en 10 personal trainers mogen dan gebruik maken van onze tools om hun eigen professionele website te bouwen. Daarvoor hoef je geen enkele letter code te schrijven. Het is een drag-and-drop systeem. Wij gebruiken zelf WordPress in combinatie met Elementor. En jij hoeft nogmaals, jij hoeft niks te betalen, tenzij dat je je eigen domeinnaam wilt gebruiken. Maar als je geen eigen domeinnaam wilt gebruiken, dan kan je volledig kosteloos opstarten. Dit doen wij om onze missie opnieuw meer leven in te blazen. Dus als je daar interesse in hebt, dan kan je onder deze video een link terugvinden naar een formuliertje. Dat formuliertje mag je invullen en doorsturen en dan geven wij jou meer informatie om van start te gaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.